Ik ben Ipe Akkerman. Ik ben zo'n ruim 10 jaar geleden ben ik neergestreken in deze wijk. En ik ben me na verloop van een aantal jaren echt bezig gaan houden met de vraag van hey, hoe groeien kinderen hier nou eigenlijk op? En wie zijn er nou bij betrokken? En ik kwam daar heel veel hele goede mensen tegen die heel goed met deze kinderen om wisten te gaan. Want je moet dus wel beseffen dat de uitgangspositie van die kinderen niet zo goed is. En nou ja, dan kan je nog wel eens wat te stellen hebben met die kinderen. Maar ik kwam heel veel mensen tegen die met heel veel liefde en toewijding zich met die kinderen bezig hielden. Nou kijk, ik geloof zelf heel erg in dat idee van a village to raise a child. Hè. Iedereen in zo'n wijk als hier, die kan ertoe doen in de ontwikkeling van de jeugd. Dat zijn natuurlijk in de eerste plaats ouders. Maar het zijn ook de mensen zoals leerkrachten, de wijkagent, het kinderopvang, sport, het welzijn, cultuur, jongerenwerkers. Het zijn ook vrijwilligers en het zijn ook mensen, ja, ik noem dat maar pedagogische ondernemers, hè, die dus zeg sociale ondernemers, die zich met de kinderen bezighouden. Nou, en van dat geheel ervoor te zorgen dat men elkaar kent, dat men elkaar groet op straat, dat men elkaar waardeert, dat men elkaar ook weet te vinden als het gaat om moeilijkheden met kinderen of interessante projecten of wat dan ook. En dat dit dus een bloeiende, vitale gemeenschap wordt. Waar het fijn is om je kinderen op te laten groeien. Nou, en dat is iets, daarvoor heb ik dan met een aantal mensen het pedagogisch collectief Feyenoord opgericht. Nou, daarmee kunnen wij ook echt, zeg maar, impulsen geven aan die ontwikkeling. Kunnen we ook fondsen, geld bij fondsen vandaan halen of de gemeente dingen doen. En op die manier ervoor zorgen dat er ook heel veel goede handjes in deze wijk zijn. Die voor die kinderen rolmodellen kunnen zijn, van betekenis kunnen zijn. En ja, die ook, zodat kinderen ook later, als ze terugkijken naar hun opvoeding en hun ontwikkeling in de wijk Feyenoord, dat ze er heel positief over denken.